Welkom in ons clubhuis. Hé, hey, dat is Pluto. En zo te horen is hij op zoek naar iets. Niet waar, Jochie? Woehoe! Oh, nou, ik hoop dat je het gauw vindt, want vandaag komt iedereen voor een groot feestmaal. En jij mag ook komen. En jullie ook allemaal. Daar heb je al iemand aan de deur. Oeh, ik ben benieuwd wie het is. Er is iets mis met de helpende handjes. Die doen de deur altijd open als er iemand aanbelt. Wat is er aan de hand? Help, hoe komen we nu binnen? Oh, hey, doe eens open. Oh, als de helpende handjes de deur niet open doen, kunnen mijn vrienden het clubhuis niet in. Jongen, wat moet ik nu doen? Oh, goed idee, Pluto. Als ik nou eens gewoon aan de deurknop draai. Lieve help, zeg. Oh, is alles goed met je, Mickey? Oh, je hebt zelf open gedaan. Hebben de helpende handjes een dagje vrij? Nee, maar ik denk dat er iets mis is met dit handje. Oh, zo te horen heeft dit helpende handjepandje een grote nakijkbeurt nodig. Van boven tot onder. Haha, precies wat ik dacht. De springveerdinges van het helpende handje springveerdinges niet meer. Wat betekent dat de helpende handjes niet meer werken. Ze zijn defect, caduc. Oh nee, maar dan moeten we gauw iets voor ze doen. Het zijn onze vriendjes. Ze doen zoveel voor ons. Zo is dat, meisjes. Als ik snip verkouden ben, maken de helpende handjes een lekker kommetje hete soep voor mij. En als ik op mijn achterste val, dan doen zij er een pleister op. En dan zijn ze ook nog eens heel erg lief voor me. En ze zorgen voor ons eten. Dat is waar ook. De helpende handjes helpen altijd met koken. Wat moeten we als ze kapot zijn? Jongen, geen idee. Maar nu kunnen de helpende handjes geen hutspot maken. Wacht. Horen jullie dat? Dat is een piep. Diezelfde piep die ik hoorde toen het helpende handje stuk ging. Wat betekent dat, professor? Nou, de helpende handjes horen zo te klinken. Tjaka, tjaka, tjak, tjak. Maar in plaats daarvan doen ze... tjaka, tjaka, piep. En dat is niet goed. Helemaal niet goed. Waar komt dat piepergepiep nou vandaan? Komt het misschien van achter de muur? Sst, luister je even mee? Nee, geen gepiep achter de muur. Daar is het zo stil als een muis. Komt het gepiep dan misschien van Pluto? Nee, geen gepiep van Pluto. Professor, misschien komt het gepiep wel van onder de vloer. Oh, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben, Mickey. Wat denk jij? Komt het piepgeluid misschien onder de vloer vandaan? Ja, dan zit het probleem dus onder het clubhuis. Goed denkwerk, zeg. De handjes-pandjesmachine die de helpende handjes aandrijft, zit onder het clubhuis. Heb ik gedaan. Dan mankeert er dus iets aan de machine. We moeten hem maken. Wil jij ons helpen de machine te maken die onze helpende handjes aandrijft? Echt waar? Jippie! Kom mee naar onze muisdenkingen voor onze muisdoedingen. Muis hoi, muis hoi, muis hop. Muis klaar, muis af, zet erop. Kom denkingen, denken, doe het dingelinges. Muis denk ik, muis denk jij, muis denk dinges. Muis denk ik, muis denk jij, muis denk dinges. Oh, doodles, het is muisdoedingen tijd. Oh, help ons maar met de muisdenkingen wijsheid. Miska, Miska, muis en dinges. Muisdoeding, muisdoeding, muisdoeding. flesje shampoo. Oh, bubbels. Een vlindernetje. 4 farmsleutels. Hoe leuk. En een nog onbekend muisdoeding. Dat is een verrassingsding dat ons later te pas komt. Toedels heeft de dingen, de muis doet dingen. Ik ken je een beetje en Toedels een ideetje. Hij komt met haastige spoedels. Dus zoek maar lekker luid, oh Toedels. Dus zoek maar lekker luid, oh Toedels. We hebben onze muisdoedingen. Nu kunnen we de handje-bandje-machine maken. En dan kunnen we onze vriendjes de helpende handjes weer laten werken. Wat een plan voor het uitje. Jonge Mickey, waar moeten we heen om de machine te maken die de helpende handjes laat werken? Nou, als de piepjes onder het clubhuis vandaan komen, moeten we dan naar boven of moeten we naar beneden om het probleem op te lossen? Juist, we moeten naar beneden. Glijbaan graag! Mickey, Donald en ik blijven bij de professor om hem te helpen met de helpende handjes. Oh, dat is een goed idee, Katrien. Kom op, in de rij allemaal. Goede reis naar beneden. En doe de groeten aan de handje-bandje-machine. Ja. Wow. Wow. Wat die kleuren zit in. De handje-bandje-machine. Mickey, zetten al die wieldingensen en springende veren de helpende handjes aan het werk? Ja, Goofy. Die wieldingensen heten tandwielen. En als die hier beneden niet draaien, dan werken de helpende handjes boven ook niet. Nou, aan de slag dan maar. Hup, ho, wow. Geen paniek, ik ben nog heel. Ja. Oh, dat is mooi, Goofy. Maar met die bouten aan de machine gaat het niet zo goed. Ze zitten los. Zouden de tandwielen daarom niet draaien en daarom de helpende handjes niet werken? Dan draaien we ze vast om te zien wat er gebeurt. Misschien komt een van de muisdoedingen van pas. Roep allemaal maar. Oh, Toedels! Oh, Toedels! Welk muisdoeding kunnen we gebruiken om de bouten vast te draaien? Het flesje shampoo? Nou, dat is onzin. Of het vlindernet misschien. Nee, dat werkt ook niet. Maar de vormsleutels dan. Kunnen we daarmee de bouten vastdraaien? Nou en of. De oren zeggen ja. Hoera! Kijk, elke bout heeft een andere vorm. Dus moeten we bij elke bout de juiste sleutel zoeken. Eerst maar eens deze bout. Met welke sleutel kun je die vastdraaien? Juist! De sleutel met het driehoekige gat past op de driehoekige bout. Handig! Met welke sleutel kan ik deze bout vastdraaien? De sleutel in de vorm van een ruit. Klopt! En de laatste bout dan? Jippie! Goed gedaan allemaal! Ja, een ster voor een ster. De bouten zijn vastgedraaid. Nu hoeven we alleen nog maar deze wijzer naar het getal 100 te draaien. Dan moeten de tandwielen weer gaan draaien en de helpende handjes weer gaan werken. En dan komt alles goed met onze helpende handjes? Jij snapt het, Goofy, en dan kunnen ze ons helpen met koken. Oh, ik kan mijn hutspotje nu al ruiken, Mickey. Help jij Minnie met draaien aan de slinger? Fijn, ik hoopte daar al op. Bij elke slag van de slinger schuift de wijzer 10 verder. Tel maar tot 100, met tientallen. Tel je mee? 10. Slinger maar weer. 20. Slinger maar weer. 30. Slinger. 40. 50. 60. 70. 80. Oh, 90. En 100. Goed geteld en geslingerd, Minnie. En jij ook bedankt. Joe, dank je, Mickey. Ik help graag een handje mee voor de helpende handjes. Kijk, het werkt. Ja, hij doet weer. Tjukka, tjukka, tjuk, tjuk, tjukka, tjukka, tjuk, tjuk. Tjukka, tjukka, tjuk, tjuk, hier ga je weer. Tjukka, tjukka, tjuk, tjuk, ze gaan weer op en neer. Tjukka, tjukka, tjuk, tjuk, wat een mooi geluid. Oh nee, hij gaat niet meer van tjukka, tjukka, tjuk, tjuk. Hij doet weer tjukka, tjukka, piep. Jongen, is de machine dan nog steeds kapot? Tja, dat weet ik niet. Eerst maar eens kijken of de helpende handjes boven het weer doen. Hallo daarboven! Voel je al iets? Dames en heren! Hallo, professor! Mickey, heb jij de machine gerepareerd? Nou, de losse bouten zitten weer vast. Oh, dat is mooi, mooi, mooi. Nu eens kijken of de patiënt zich al wat beter voelt. Oké, kun je ons een piepklein zwaaitje laten zien? Het spijt me zeer, beste Mickey. Geen tjokke tjokke tjok tjok. Alleen maar tjokke tjokke piep. Dat betekent voor Handje Pandje een ongunstige diagnose. Dat is dokterstaal en betekent dat de machine nog steeds caduc is. Zo te zien is er nog een hoop werk te doen hier. Wil je helpen? Vooruit! Wow, ik kom zo bij je, hoor, Mickey. Ik denk dat de machine mijn jasje wil opeten. Ja. Doe niet zo gek, Goofy. Wow. Zie je, ik zit klem tussen de tjukken en de tjuk. Ja. Hou vol, Goofy. We moeten die tandwielen weer aan het draaien krijgen en jou bevrijden. Roep allemaal maar. Altoos! We zoeken een muisdoeding dat de tandwielen glibberig maakt, zodat Goofy eruit kan. Misschien het flesje shampoo. Soms wordt de badkuip heel glibberig van shampoo. Denk jij dat glibbershampoo de tandwielen glibberig kan maken, zodat Goofy eruit kan? Nou en of! Met shampoo moet dat lukken. En misschien doet de machine het wel weer als de tandwielen glibberig zijn. De oren zeggen ja! Oh ja! Ik krijg je wel los, Goofy. Daar ga je al. Het werkt! Het werkt! En mijn haar is ook nog lekker schoon geworden. Oké, nu aan de slinger draaien om te zien of de machine werkt. Slinger hem maar op 100, Minnie. Tel je mee? 10, 20, 30. Niet zo langzaam. 40, 50, 60. Nog 40 aan. 70, 80, 90. En... dat is 100. Zing allemaal maar mee. Tjukke, tjukke, tjuk, tjukke, wielen draaien weer. Tjukke, tjukke, tjuk, tjuk, ze gaan weer op en neer. Tjukke, tjukke, tjuk, tjuk, wat een mooi geluid. Oh. Wow. Oh nee, gauw vragen hoe het bij de professor is. Professor, professor van Drakenstein. Professor, professor van Drakenstein. Zeg professor, werken de helpende handjes alweer? Ik heb geen idee, even zien. Hé, helpend handje, haal eens een glaasje water voor de professor. Met een scheefje citroen als dat mogelijk is. Sorry, beste Mickey, maar de helpende handjes doen het nog steeds niet. Oh, dit begint wel echt vervelend te worden. Oh nee. Als we de helpende handjes niet gauw maken, dan krijgen we geen eten. Dit is om gek van te worden. De bouten zitten vast. En we hebben de shampoo gebruikt om de tandwielen mee te smeren. Maar de machine is nog steeds stuk. Minnie, volgens mij moeten we nog meer onderdelen repareren. Geen zorgen, Mickey. Ik ben al bezig deze springveer te maken. Die veer is alleen iets te springen. We moeten Goofy vangen. En snel. Oh, hoogste tijd voor een muisdoeding. Roep allemaal maar. Oh, Toodles. Oh, Toodles. Oh, Toodles. Komt een vlinder net van pas om Goofy te vangen? Ja, probeer maar. De oren zeggen ja. Hoera! Alles goed met je, Goofy? Met mij kan het niet beter. Dank je, Minnie. Daar ben ik heel blij om, Goofy. Maar de helpende handjes doen het nog steeds niet. Oh nee, als we de machine en de helpende handjes niet maken... dan komt er geen feestmaal en ook geen hutspot. Pluto, waar ga je heen, maatje? Pluto zit achter de piep-piep-piep aan. Volg die piep-piep! Wat zie je, maatje? Kijk, Pluto stuitert al. Hij zit vast in dat hartvormige tandwiel. Jongen, dus dat was de piep-piep-piep die we de hele tijd hoorden. En daarom doen de helpende handjes het niet. We moeten Pluto stuiterval uit de tandwielen halen. Nou, dat lukt alleen met een muisdoeding, hè? Roep allemaal maar. Oh, Toodles! Oh, Toodles! Oh, Toodles! Alleen het onbekende muisdoeding is nog over. Nou... misschien komt die wel van pas. Roep allemaal maar. Onbekend muisdoeding. Onbekend muisdoeding. Wat is het onbekende muisdoeding van vandaag? Iets waarmee je kan knijpen. Volgens mij heet dat een quintet. Bijna goed, Goofy. Het onbekende muisdoeding is een heel groot pincet. Oh, dat is net wat we nodig hebben om de stuiterbal los te krijgen. We hebben al onze muisdoedingen gebruikt. Dus een super hoera! Help jij ook mee de bal te pakken met het pincet? Maak van je vingers een pincet, grijp de bal vast en trek! 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 Gelukt! We hebben Pluto's stuiterbal eruit! Liep je daarom zo rond te snuffelen, Pluto? Oh, luister. De machine gaat niet meer van piep, piep, piep. Hij doet tjukke, tjukke, tjukke. Vooruit allemaal. Zing maar mee. Tjukke, 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 wielen draaien weer. Tjukke, 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 ze gaan weer op en neer. Tjukke, 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 wat een mooi geluid. Tjukke, 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 de wielen draaien weer. Tjukke, tjukke, tjukke. Hallo allemaal! Jongen! Dat was zo'n liedje. Mickey, ik denk dat de helpende handjes dankjewel willen zeggen. Ja, je hebt gelijk. En jullie ook bedankt, helpende handjes. Jullie zijn ook onze vriendjes. Jullie horen net zo goed bij het clubhuis als wij allemaal. Oh, kijk. De helpende handjes hebben eten gemaakt. Net op tijd. Yummy. En nog mijn lievelingsmaaltje ook. Het is hutspot. Hoep aan, Bowie. Haha, het is jullie geluk, jongens. De handje-bandje-machine is weer heel. En nu zijn de helpende handjes ook weer helemaal in topvorm. Haha, klap maar eens flink in de handjes allemaal. Haha, de professor maakte een grapje. Oh, kijk! Het is weer tijd voor onze jimmy-dans. Jippie! Wow, 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 wow! Jippie! Jippie, jippie, jippie-dee. De oren zeggen ja, dus roep hoera. Dus met een vaartklus klus geklaard. Jippie, jippie, jippie-dee. Fijn dat je ons wou helpen in het clubhuis. Ik heb wel pret gehad. En jij ook, mag ik hopen. Wat fijn dat je de jippie-dans wou doen. Ja! Het was een echte jippie-dag. Jippie, jippie, jippie-dee. Het is een nieuwe dag, doe maar lekker stoer. Dus gaat de lach, stamp op de vloer. Jippie, jippie, jippie-dee. Jippie, jippie, jippie-dee. Dit was het alweer, tot de volgende keer. En Mickey zegt dag vrienden thuis. Tot ziens! Bij Mickey Mouse Clubhouse. Dat je even langskwam. Dat was hard werken vandaag. Weet jij nog welk puiste ding we gebruikten om de losse buiten vast te draaien op de handje-pandje-machine? Helemaal goed, de vormsleutels. En met welke sleutel draaiden we deze bout vast? De stersleutel, juist! Wat een helpende handjes, jippie dag!